Onderwijsminister Henry Ory zegt dat de scholen normaal beginnen op maandag 2 oktober. In een vandaag uitgegeven bekendmaking staat dat leerlingen van leerjaar 9, 10, 11, LBO en MULO zich maandag om 8 uur op hun school aanmelden. De verduidelijking van de bewindsman komt na uitspraken van actiegroepen over het gesloten houden van schooldeuren ingaande maandag. Ory zegt dat dit heel erg onverstandig zal zijn op dit moment. Wij gaan rustig beginnen volgende week. En ik heb geen enkele aanwijzing op dit ogenblik vanuit het veld dat er enige beperkingen op, en dat kan ook niet, we moeten beginnen, dat die organisatie zijn eigen probleem heeft en zijn type opmerkingen, zijn stijl heeft, is zijn probleem. Maar volgens het formeel traject van het ministerie is er geen enkele reden om scholen niet te laten starten op dit ogenblik. De minister stelt dat aan de andere kant de opening van nieuwe scholen nieuwe aanwinsten zijn voor het voortgezet onderwijs. Het is bekend dat er heel wat achterstanden zijn in enkele districten. En is het verstandig om te investeren in positieve zaken. Voor de leerlingen van het beroepsonderwijs, met name NATIN, AMTO, Vocational College en IMIO, en voor het algemeen vormend onderwijs, met name VWO, HAVO en SMO-scholen, beginnen de lessen wederom op donderdag 5 oktober.